De gemeente Amstelveen is van plan het nieuwe Amstelveen College hier te bouwen aan de Sportlaan. De bestemmingsplan was eerst Janselaan West. Buurtbewoners zijn er pas op het laatste moment achtergekomen dat dat voor een deur was, want Janselaan West bestaat al 67 jaar niet meer. De meningen van de buurtbewoners lopen uiteen. Sommigen zijn bang voor de overlast van schoolgaande kinderen en voor het inpikken van de parkeerplaatsen. Ook zijn ze niet blij dat de populieren worden gekapt. Andere buurtbewoners zien geen enkel probleem en zijn blij dat de nieuwe school hier komt. Nou, ik ben het te weten gekomen via de hockeyvereniging. Want wij hockeyen zelf daarachter. En die hockeyvereniging die ligt recht tegenover het Amstelveen College. En daar wilden ze al plannen gaan wijzigen om in eerste instantie daar de school neer te zetten. Dat is toen niet doorgegaan. En we begrepen dat het nu op de club op de plek komt van de rugbyvereniging. En later pas, en eigenlijk pas vorige van de week, hebben we een brief in de bus gekregen dat het al heel ver is. Volgens wat ik kan herinneren wat mijn vader vertelde, bestond die laan wel degelijk. Want wat hij vertelde, dat er in de Tweede Wereldoorlog een afweergeschut stond waar Duitse vliegtuigen mee beschoten werden. Ja. Maar de naam komt niet meer voor als straatnaam en ook niet op Google Earth. Maar de gemeente heeft toch die plek aangewezen om het nieuwe Amstelveen College te bouwen. Wat vindt u daarvan? Nou ja, blijkbaar beschikt de gemeente over straatnamen die bij verder niemand bekend zijn. Om daarmee iets in een plan te vertellen wat voor iedereen onbekend is. Veel buurtbewoners zijn ontstemd. In de eerste plaats omdat ze er laat achter kwam, daar kwam. Maar ook omdat er populieren moeten worden gekapt en omdat ze bang zijn voor overlast van kinderen. Wat vindt u daarvan? Nou, ik ben niet ontstemd, want daar ben ik gewoon niet goed genoeg voor geïnformeerd. Maar hetgeen wat ik weet, dan zeg ik laat het komen. Er is altijd wel iets om over te zeuren. En populieren weg, moet eens kijken hoeveel er staan. Die 15 zullen we niet missen. En ik denk dat het voor het onderwijs, ook al heb ik het daar niet waargenomen, maar dat het voor het onderwijs goed is. En diezelfde kinderen die dan daar nu problemen mee hebben, die komen misschien nog wel eens op het Amstelveen College.